hier even, anders zijn er zoveel meer voor hier voorbij. Het mooiste is douwpieren. Zoals je achter me kunt zien, zijn we aangekomen bij de grote rivier. Het idee is vandaag om lekker met wormen aan de slag te gaan. Mijn maatje Terrel die ligt er al met zijn bellyboot. En hij vist echt met een loodmontage vist hij op meerval. We hebben hier eerder gevist dat we echt een enorme meerval op de dieptemeter onder de boot zagen. Maar lukte ze niet echt om tot een aanbeet te verleiden. Dus wie weet vandaag. Ik zelf ga met een dropship montage aan de slag. Echt heel simpel. Met een dikke worm. Ik heb een mooie bak Canadese douwpieren op de kop getikt. Dus daarmee moet het toch wel lukken, denk ik. Het leuke is ook dat je echt van alles kan vangen. Ik hoef niet per se één vissoort. Ik vind het wel leuk om meerdere soorten te vangen. En dat kun je heel goed doen met een worm. Nou, het fijne vandaag is, na weken oostenwind... En noordenwind en nou slechte wind in ieder geval voor het vissen, is het vandaag een heerlijk zuidwestwindje. Ik denk dat inmiddels windkracht 2-1 is. Vanmiddag was het steviger. En ik twijfelde ook echt of ik met de kano op het water moet gaan. Want als het hard waait is het gewoon niet leuk. Dan ben je echt een speelbal van de wind. Dan kan je niet lekker op één stek blijven liggen. Het is gewoon lastig. Dan kan je beter met de bellyboot weggaan als je die hebt. Dus daar twijfel ik een beetje tussen. Ik heb wel voor de kajak gekozen. Dus we gaan zien of het lukt. Was een idee van Jan Kees. Om een, je weet toch die sportgewichten, zeg maar. Niet dumbbells om gewicht mee te heffen. Maar het zijn vooral de vrouwen die daarmee sporten. Die hebben zo'n zware bal. Dat is een super anker. En dat ga ik vandaag proberen. Dus we gaan het zien. Het is spannend. Ik, gezien de weersomstandigheden heb ik er goed gevoel bij. Dan gaan we zo een beetje kripje voor kripje af. Een beetje proberen. Terrel heeft net al een paar meervallen gezien op zijn flatscreen. Wij gaan hier eens even een baasje proberen te vangen. Gaan jullie gelijk het briljante anker zien. Check hoe het anker werkt. Dan leg je hem gewoon op de steen. Touwtje om je voet. Dan blijf je zo. Heerlijk licht. Ja, hoe vissen we? Dropshot montage. Centimeter of 30 boven de bodem. En dan leg je een bosje wormen eraan. Eigenlijk moet ik het hakpuntje even verbergen. En vissen mooi. Moet ik hem 1,5 meter uit. Dan lig je precies ongeveer bij de voet van die krip. Dat zou goed moeten zijn, in theorie. Thank you.
dat is in principe gewoon een beetje purren, net boven de grond, op de grond, langs de grond. Half water. Half water. Als je de vissen vangt, vang je ze op half water. Je krijgt ze af en toe wel van de grond af, maar... Dus eigenlijk is het eerst even met je lote bodem opzoeken en dan ga je er een pak weer een metertje of zo boven zitten. Een metertje, anderhalve meter boven zitten. Als het 5 meter diep is, sta ik nog steeds op 2,5 meter. Ja, echt half water. Ja. Oké. Okay. We zien dat ze zitten overal, maar het zijn meestal de vissen die wat hoger zwemmen, dus op half water of hoger. Ja. Dat zijn de vissen die je ook makkelijker verleiden. Ja, kan verleiden, ja. Even lekker een heel worpje te zammen. Jan Kees krijgt er meer van les, van Terro. Ja, nee, het is de eerste keer dat ik... Hè? Je zit met die hengel. Ja, natuurlijk. Ik zit met die hengel, ja. Dat is de eerste hengel waar ik mijn eerste meer wil opgevangen. Is dat die hengel van Ter? Dat is de hengel van Ter, ja. Daar heb ik mee in Gambia gevist, man. Ja. Met die hengel. Serieus. Ja, die in Noorwegen Nederland... hebben we er nog mee gevist. Ja, die gaat hier in Nederland er meer wel mee vangen. Ik zweer je. Als je hem ergens aan gaat vangen, is het aan die hengel. Absoluut. Ik geloof erin. Ja. Nou, ik zie nu wel, want je hebt me weer half verrekt te verklaren. Nee, dit gaat hem worden. Nee, maar ik denk, je hebt nou een echte meervalhengel. Ja, maar die gaat ook gebruikt worden. Let nou maar op. Bam, dat is gewoon de willig. Met een riel werp je veel vaker tijdens het gooien. Echt in een hele vaste lijn. Ja, bizar is, er is niks aan de hand met die vloeitijd. Hij was een heel eind weg, iets wat ik nooit zou halen met een worp. Ja. Dus ik geef dat ding een zwiepen. Pleur precies in zijn boot, man. Ja, en echt, zijn geen grappen. Één haak van die onderste dreg, zo in de bodem, hè. Maar niet erdoor. De bodem is nog hard. Ja, nee, maar zo. Of zijn haak is bot, zou ik die haak een slijpen? Maar die haak is niet botten, man. Het is een klein wonder. Gek, gooit gewoon in mijn boot. Twee dikke dreggen, man. Ik heb wel een gat in mijn boot, vriend. Echt? Ja. Nee. Kleintje, denk ik. Ja. Eén punt zat erin, een beetje. Dat is een dader. Ja. Sorry, man. Dat is wel makkelijk aan deze kreken, dat als je eruit wil, dat je alleen maar even een paar minuten hoeft te wachten. En dan wil je er nog eens over. Ik heb hier één keer wadend gevest, dat is echt levensgevaarlijk. Dat is echt gevaarlijk. Ja, want die grond, die bodem is super zacht hier. Dus je wordt en vastgezogen en meegesleurd door die stroming als er zo'n schip komt. What the fuck, joh. We liggen hier even en er zijn zo'n meerval hier voorbij. Echt, mijn hart zit hier, man. Dat was vet. Hey, ik moet gewoon blijven hangen, Ted. Echt. Die ga je pakken, die is aan het jagen. Het is zo aan het cruisen of die wat te snacken tegenkomt. Ook gewoon niet bang van de boot, hè? Gewoon bijna tegen mijn kajak aan. Echt bizar. Voor een rastrale. En net als die camera uitstaat, hè? Ik zag echt zo'n pikzwarte rug met zo'n heel klein vinnetje boven komen. Ja, maar ik zag precies hier net die bever. Daar zit hij. Nou. Zo. Zou partij ziek zijn als dit lukt, jongen. Je zit erachter nu, zie je? Ik zie nog een zwemmen. Dat is natuurlijk echt een dikke. Ik denk dat rustig 1,30 meter was wat voorbij kwam. Dat was echt een grote vis. Zou je nog even niet weg, joh? Nee. Tijdens de tweede keer dat ik hier echt een zie met mijn ogen lang. Wel raar als je met je neus ziet ook.
kut, mijn wopperploppen thuis gelaten. Balen. Wat? Ik wil niet janken. Dan ga jou zeker dat hengeltje kosten. Hè? Ja, nee, een beetje creme betellen. We gaan hem niet worden op dit hengeltje. Maar zag je hem? Of niet? Nou ja, ik zag wel een heel klein kolletje, maar niet dat ik... Die rug kwam er gewoon uit zo. Ik zou gewoon een vennetje zo, wat op zijn rug zit. Zo ondiep is het dan waarschijnlijk ook. Dus je moet hem dadelijk gewoon weer zien. Nou, toen ik hier met mijn broer was, voor die hoek daar, zagen we dat er gewoon een meerkoet gepakt werd. Ik wou, heel die vis kwam uit het water. Die was groot, jongen. We stonden allebei zo, wow, dit is ziek. Eerste keer dat we in de Biesbos er meer van zagen. Gewoon. En gewoon nu weer hier. Vis op een dropshot. Daar kwam al een tijdje aan, hoor. De camera draaide niet. Dat hebben we nog niet gezien. Sterk, jongen. Lekker zo'n boasje. Zo! Dikke baas, jongen. Wow, 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 wow. Zo, dat is een mooie baas. Hoppa. Lekker. Dat is een dikke baas, jongen. Paddel even naar die kant toe. Ik bel even naar het krippie, goed? Leg hem er tegenaan. Zo, maar dat is een goeie, jongen. Ik heb gewoon een bakje, hoor. Kikken. Ik had het niet meer verwachten. Hé, hey, lekker! Lekker. Tik hem aan, nou jij. Nee, ik zoek, ik ben jij kan wel voor de grote baas, als je er daar een opvangt. Nou, toch moet je toch aan dat je echt grote bazen kan vangen op wormen. Ik gebruik nu dendro's, grote dendro's. Bijna elke hengelsportzaak kun je deze kopen. Het zijn niet gek grote wormen, maar het werkt. Het mooiste is douwperen. Het is een beetje klein, maar als je er 3 op je haak doet, is het genoeg om een dikke baars te vangen, zoals je hebt gezien. En wie weet een meervalletje die voorbij zwemt. Het moet toch een keer gaan gebeuren, zou je zeggen. Maar ja, om even terug te komen op het verhaal van daarnet. We zagen echt een massive meerval. Ik naast de boot zwemmen. En eerst dacht ik dat het een bever was, tot hij boven kwam. En ik zijn rug zag. En het typische meervalvinnetje op de rug, zeg maar. Maar hij wilde niet bijten op Terrel zijn wopperplopper. Dat heb ik nog een paar keer geprobeerd. Maar ja, uiteindelijk toch besloten om weer diepe water op te zoeken, zeg maar. Dus ja, ik ga nu weer een beetje terug naar die plek. Eens kijken of we nog zo'n mooie baars kunnen vangen. Oeh, lekker. Spaghetti. Maar het is wel minder lekker dan spaghetti, denk ik. Het schijnt wel dat één worm, als je één worm eet, dat heeft net zoveel proteïne als een halve biefstuk. En dat is best veel. Dus, weet je dat ook? Oh, dat is zuur. Kut. Mijn paddel ligt daar nog. Fuck, hoe ga ik dat doen? Want ik lig hier wel vast aan de bodem. Hoe gaan we dat doen? Oh, dat heb ik weer. Ik weet één manier. Ik ga deze bal slingeren op de kant en trek ik mezelf daar naartoe.
De touwen wel vrij zijn. Super dom dit, jongen. Je moet altijd je pedal aan boord houden. Altijd. Moet je even de foto's maken. Zo zie je hoe makkelijk de ding is. Kom maar naar. Kom makkelijk navigeren tussen de rotsen. Oké. Nee, joh, krijg nou tieten. Nou, misschien leuk om iets meer te vertellen over het vissen met die dropshot. Het is echt een super eenvoudige manier. Nou, de montage weet je inmiddels wel. Wat ik eigenlijk een beetje doe is, ik laat me, als er weinig wind staat, zoals nu, laat ik me gewoon meedriften op de stroming. En dan, dan zijn vaak die kripkopjes, zoals je dat hier ziet. Het zijn gewoon hele goede plekken. Er ligt bijna altijd wel vis. En als je dus gericht die plekjes afvist, maak je dus je kans wat groter dat je vis vangt. Ze kunnen ook echt wel ondiep zitten hier. Ze vaak zoeken. Er is ook al een steen, hè, Kees. Ga je daar het strandje op? Ja, nee, ik heb het strandje op. Ik wil lekker even lossen. Ja, ik los jou even af. Ik los jou even af. Ja? Dat is helemaal waar. Even bezigheid. Het is bijna net zo fijn als een grote meerval gedaan hebben. Dat is echt wel. Dan heb je wel een goede avond gehad, toch? Hoor je die vogels? Ik hoor echt zoveel soorten. En dat is leuk. Ik ben even een korte pauze gaan nemen, want ik kreeg het gewoon super koud. En ik heb alle truien die ik bij heb ik inmiddels aan. Nou ja, je kan zien, het wordt alleen maar donkerder en kouder. Dus ik geniet hier nog even van het geluid van de vogels. En dan ga ik weer. Wat leuk is om te vertellen, ik heb hier in het gebied komen we veel. En ik weet een beetje welke vogels er zitten. En er zit hier nu vast, zit er een groene specht. Echt superleuk. En dat heb ik laatst ook op film gekregen. Ik zal hem voor jullie even inzetten. Ja, voor de rest wat je nu goed kan zien in het biesbos. Lepelaars zie je veel. Steltlopertjes. Zoals grutto's, bosruiters. Tureluus, heel veel tureluus. Kemphanen. Ook al had ik nou van de week, bosruiter, ook nog. Maar erg veel vogelleven. En als je, als je ervan houdt, dan zit je hier in het paradijs. Dan zit je zo verschrikkelijk goed. Dat is echt leuk. Ook qua bevers is dit wel een hotspot. Er zitten echt veel bevers. Dat is misschien leuk, het beverburg hier vlakbij. Er zijn bevers die ons op de een of andere manier een beetje tolereren. En Terrel die heeft er echt leuke beelden voor kunnen schieten, een week geleden. En die zal ik er even in monteren. Het is wel tof om te zien voor jullie. Hé, hey, ik hoor mijn maten. Ik ga inpakken. En ik denk dat jullie in een volgend vlogje weer gaan zien. De mazzel. Hoi hoi. Hij is lepelaars erbij, hè? Ja, ik zag ze vliegen, man. Ja. Mooi, ik heb wel een beetje weinig licht in voor een mooie shot nog. Maar wel vet. Het gaat allemaal leven nu, hè, zo'n avond. Mooi best doen om recht te blijven.
ik maak eerlijk, jij hebt er al een gat in gemaakt voor mij. Dus ik hoef alleen mijn voeten er nog doorheen te doen. En dan heb ik een belly kajak. Maar ik taai af, man.